is heel ver gegaan. Ja. Het is gewoon tijd. Nee. Zeg dat. Nee, dat gaan we gewoon verder. Lucien Carbin. Lucia Rijkers. Nee, oké. Lucia Rijkers was er ook. Was er niet. Ja, maar, was... Ik zeg het. Ik was er niet. Als je wat tegen ze over... Zeg maar, nou, ik denk dat je gaat verliezen. Nou, ze willen je meteen cancelen. Ja. Welkom, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Remy en Marinho op de bank. Ja, we zien het al. Mounir is erbij. Check. En Mounir hoeft niet zijn microfoon vast te houden. Ja? Voor het eerst. Maar ik ben benieuwd hoe het eruit gaat. Ja, eruit. Hij is niet zo smooth als waar we waren. Ja, ja. Nee, maar aan de tafel. Dit is een beetje primitief. Dit is met plakband en zo. Kijk. Oké, we gaan het zo zetten. Om in standen. Nu lijkt het net alsof je in één keer dat ding zo heeft gezet. Nee, dit was eigenlijk al in de bedoeling. Maar hij zei dat hij hem vast wilde houden. Dus ik dacht van, nou, dan hou je hem toch vast. Nu heeft hij ergens anders wat gezien. Nu moet hij ook meteen... Ineens is dit niet goed. Ja. Gaat elke keer naar een hoger niveau. We tillen hem. Precies. Hey, maar hoe is het, mannen? Ja, rustig, man. Ja, rustig. Jullie zijn naar Parijs geweest, maar daar beginnen we nog niet over. We beginnen eerst over... Anouk is langs geweest. Hey. Ja. Niet bij ons langs geweest, maar... Hey, Anouk. Ja. Anouk heeft iets op Instagram gepost. Nee, was dat op Instagram? Volgens mij op Insta, ja. Of X, of weet ik veel. Een van die twee dingen. Maar ze krijgt wel steun van je mattie. Wie? Johan Derksen. Hij is niet mijn mattie, hoor, Derksen. Ja, ik kijk wel naar zijn kondo, omdat ik het gewoon grappig vind. Ja. Maar hij is niet mijn mattie. Nee. Maar wat heeft hij? Wat was de story? Nou, de story is, als ik goed heb, ik weet... kijk, Ronnie Flex heeft in zijn pokoe zingt hij iets van... hij dist een kill, volgens mij die kill van hoe heet die, van Top Notch. Ja. Volgens mij dist hij die kill. Je gaat er niet je sok uit doen. Ik ga mijn sok uit doen, maar meteen moet zeer. Ja. Ik moet eigenlijk naar die pedicure voor die... Ja, voor die eelt. Ze hadden die laser. Die laser. Meneer Boyaski, die laser is nog niet gearriveerd. Die cirkels aan. Ik ben vandaag aan de beurt. Maar hij dis die kill van de Top Notch toch, want ze zitten in een soort discussie, want ik weet niet, hij vindt dat hij geldverschuldigd is of weet ik veel, iets van dat. En dan heeft hij in een liedje zegt hij iets van dat die kill op een soort op een Anouk lijkt of zoiets. Dat zingt Ronnie Flex in een dis, weet je, van ja, je lijkt op Anouk, maar het was niet tegen Anouk bedoeld, maar meer als dis van, kijk, je bent een man, maar je lijkt op Anouk, weet je, want Anouk is nu ook kaal. Yeah. Iets in die trend. Yeah. En Anouk vond het vaja. Anouk hoorde de naam. En die heeft de dis verkeerd begrepen misschien. Ja, verkeerd begrepen of wel of niet verkeerd begrepen. Anouk wilde weten van, hey, fucka, hoe bedoel je? Yeah. En die vond dat hij een beetje, als een bitch ass nigger. Ja, maar dus hij had een bitch ass nigger, weet je? Ja. Weet je, dus, maar je weet toch, heel Nederland op zijn kop. Ja, Anouk, racisten, zegt nigger. Volgens mij niemand van ons die klaagt daarom. Ja, je hebt altijd wel een paar comments eronder, toch? Ja. Als wij iets zeggen, heb je ook altijd een paar comments eronder. Dat we iets niet moesten zeggen. Ja. Maar ik vind het normaal. Tenminste, je weet toch, met rappers en onderling. We noemen elkaar allemaal zo. Weet je, was in een diss track en blablabla. Bla, bla, weet je, en ze schrijven het nog op de juiste manier. Ook met N-U-G-G, nigger. Weet je, dus niet echt nikker, maar nigger. Zoals hoe ze het allemaal zeggen. Ja. En joh, Dirk zegt ook van ja, weet je, ja. Vroeger, ik ben wat ouder en vroeger in mijn tijd zeiden we ook neger. En nu kan je geen neger zetten. Dus ja, weet je, ja. Als ze die taal zelf ook gebruiken. Dus ik denk dat het een beetje opgeblazen is. Mm. But there's no such thing as bad publicity. Ja, maar die ene keer is er wel uit te gaan in het voorprogramma van Anouk. Ja, maar dat zegt Johan Derksen ook. Die keer wil gewoon een beetje interessant doen. Zo van eruit gaan. Ja, maar is dat zo? Is dat zo alleen maar interessant doen? Tuurlijk, man. Tuurlijk. Nee. Kijk. Dit is hoe jij het ervaart. Maar hij ervaart het misschien anders. En ik denk dat we ieder zijn ding moeten respecteren. Ik denk dat als hij het zo ervaart als van... Hé, ik wil hier niet bij horen. So be it. Dit was misschien... Nou, ik wil niet zeggen zijn doorbraak, maar hij komt misschien weer op een ander podium. En ik kan het best wel, want ik laat je nu niet uit. Wacht even. Ga straks die comments pakken. Maar ik denk dat als je zoiets doet,
dan sta je wel voor je zaak. Ook al kan je hogerop komen hiermee. En hij denkt bij zichzelf, hey, hier wil ik niet bij horen. Hij staat gewoon voor zijn zaak, vind ik wel stoer. Nou, ik denk dat hij gewoon denkt van, hey, als ik nu toch op spring en zeg van, hey, ik cancel het. Dan gaan ze mijn naam doen, word ik weer bekend. No such thing as bad publicity. Weet je, tenminste, ik weet niet hoe het is gegaan. Hij zou hier doekoe aan kunnen verdienen. Ja, maar hij gaat sowieso doekoe verdienen, want hij heeft gecanceld. Dus meer mensen kennen zijn naam. Wist jij wie het was? Nee. Dat bedoel ik. Maar dat zegt niks. Ja, ik weet nog steeds niet wie hij is. Nee, maar weet je, zijn naam wordt... wie is dat dan? Ja, weet ik veel. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dus zo'n grote... Nee, maar als wij... Cancel ding is het niet. Ik weet niet waar jullie het over hebben. Nee? Nee, echt niet. Kijk, Anouk zou een show geven en in die voorprogramma zou een kill komen. Iets met een N of zo. Noah, no, nog iets. Yeah. Tenminste, een kill. Ja. En ook al kennen we hem nu niet, we hebben het over hem. Dus mensen die gaan opzoeken, dan weet je, hey, wie gaat in die voorprogramma van Anouk? Dus binnenkort, weet je, wordt steeds bekender. Ja. Maar hij heeft nu gecanceld omdat ze dat ding heeft gezet, die bitch nigger. Ja. Maar wie is die kill? Oh, dat weten we niet. Nee. Maar zogenaamd, Remus, die kill is een beetje stoer. Want hij is staat voor zijn ding. Hij staat wel voor zijn ding. Hè? Dat vind ik altijd wel. Ja, ik weet het als niet. Als je voor je ding staat. Nee, kijk, ik vind die cancelcultuur. Ik vind het vaak soms. Als ik een beetje vrijheid mag praten. Ik vind het een beetje. Soms een beetje zwak. Zwak, een beetje makkelijk. Weet je, die cancelcultuur. Weet je, is net. Dan ligt er nou wat het is. Is net. Ja, weet het je, niet, kijk. Het is niet. Nee, maar als er geen doekoe kan maken en goed, weet je, net zoals hoe Glennis Grace werd gescoord als een malle. Iedereen scoorde er, weet je? Ja, maar elke situatie heeft natuurlijk een andere Dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar Glennis Grace, Lil Kleine ook. Ja. Maar ja, Lil Kleine ineens, weet je, als je toch weer een beetje bovenop komt en ze natuurlijk weer een beetje kunnen krabben, weet je, dan zijn ze wel weer down, weet je, de cancelaars. Boef. Dronk met Kech. Toen hij Kech zei. Ja, boef. Iedereen wilde hem cancelen. Maar ja, wat God je gunt, kan niemand je ontnemen. Hij kwam gewoon sterk terug. Iedereen is weer down met boef. Iedereen met boef werd weer uitgenodigd. Alles is weer goed. Weet je, echt heel late night. Een tijdje werd hij ook. Hij werd echt gecanceld. Ja. Ja, ook met. Ja, weet je. Dus die cancelcultuur is allemaal meehopperij. Weet je. Ja. En boef zegt het heel mooi, hè. Hij werd gecanceld door mensen die hem niet eens geboekt hadden. Weet je, Q Music die hem nooit afspeelt, die speelt zogenaamd zijn liedjes niet meer af. Ja. Weet je, is gewoon mee met de flow, weet je. En dat vind ik vaak met dat soort dingen. Ik zou het sterker vinden als de jongen misschien, misschien heeft hij dat wel gedaan, hoor, dus praat ik voor mijn beurt. Maar als hij bijvoorbeeld een gesprek aanging met Anouk van, hey, luister dan, dit is dus zo lang, zo breed, zo, weet je, dan haal je er meer uit dan zogenaamd, hey, cancelcultuur. Ja, maar misschien is dat gebeurd. Ja, nee, misschien is het gebeurd, ja. Maar denk je dat Anouk... Ja, Anouk lijkt me echt een... Hoe zeg je dat? Gewoon een oprecht, eerlijk mens. Ik denk ook helemaal niet dat zij het fout bedoelt. Of wat. Nee, sowieso niet. Dat denk ik echt niet. Ik denk niet dat zij het fout bedoelt. Nee. Ik denk alleen dat het eruit gekomen is. En ik denk dat heel veel mensen erop zijn gesprongen. Ja, dat zeg ik erop. Op niks. Ja, op niks. Zwaar op niks. Ze zijn op niks gesprongen. Ja. Ja, zwaar op niks. En waar, ja, ik weet het. Nou, genoeg. Volgende. Next, volgende. Next, ja, next. Moenier denkt bij zichzelf. Waar hebben jullie het over? Ja. Ze willen horen of Glory 91. Ja. Maar is er voor de rest niks gebeurd? Wel comments. Comments? Nee, wacht even. Wat ook leuk is. Dat komt eraan. Ja, ik zag het. Ik weet wat je wil zeggen. Kijk. Warrior Talk. Ja. Is Carbin. Wil jij het zeggen? Jeter. Ik kan niet. Jeter. Zeg het, maar niet. Nee. Ik hou van mijn mond. Doe je. Hij zegt, wacht even. Wat? Voordat we begonnen. Ja. Zeg jij van Remy. Of van Marino. Remy is op je huid. Ja. Maar ben ik op zijn huid? Nou, ik zei het al, meneer. Ik wacht tot die uitzending begint. Ik wil wat zeggen. Warrior Talk. Ik zeg, ja, Warrior Talk.
Kijk hem. Anouk. Anouk. Karmeer. Ja. Vertel je ding. Vertel je ding. Ik draai mijn rug nu. Ja. Ik denk dat video lang moet veranderen van Melvin naar Marin, jongen. ja. No, maar zeg. Want jij bent daar. Nee. Ik was er niet. Ik zeg het. Ik was er niet. Laat me praten. Oké, praat. Nee, dat gaat niet. Dit is waar. Je kent me goed. Ja. Deze keer ken ik al zo lang. Jij weet precies. Hij zit te wachten om weer iets te doen. Ja. Hij denkt dat ik van gisteren ben. Get out, jongen. Je zegt ja, hè? Ik ben te enthousiast. Ja. Nee, oké. Maar het was wel een fatu. Ze kwamen langs. Lucien Carbin. Lucia Rijkers. Oké. Lucia Rijkers was er ook. Ja. Maar ik zei wel zeggen. Ja. Dus. Wie was die andere keel? Even, die andere keel. Erko Yoon. Oké, wie was hij? Ja, hij is een influencer. Ja. Maar hij is ook een fighter. Ja? 1,1 miljoen volgers. Ja? Jezus. Nou, hij zegt wel van, luister Remy, ik heb er 13 jaar aan gewerkt. Ja? 13 jaar. Hij is op de goede moment ingesprongen. Ja. Met zijn modellen shit, bodybuilder shit. Is hij ingesprongen? Ja. Hey, 1,1 miljoen volgers. Ja? Maar... heeft heel dicht gedaan. En Kaffa, Jan Kaffa was er ook. Jan Kaffa. Ja. Maar wat, kijk, normaal hebben we 4 mensen aan tafel. Ja. Oké, dus ik kwam binnen. Ik zag Ennio's was aan het bellen, druk in een kamertje was aan het bellen, maar ik liep langs. En toen zag ik Lucia Rijkers, ik zag Lucia Carbin, Carbin had iemand bij zich, weet je, ik schud even netjes de handen, Kaffa, Erko. Ik schud iedereen zijn handen, maar ik loop terug en ik loop weer in het kamertje waar Ennio zit te bellen weer. Maar ik denk, wat zie ik daar op de grond? Huh? Ik zie iets bewegen, zoiets kleins. Iets kleins ook, zo klein. Is aan het bewegen. Ik denk, dat is een hond. Dat is een hond. Yeah. Hey, hè? Ik denk, neemt hij gewoon een hond mee hier naartoe? Wie? Ennio. Neemt gewoon een hond mee. Oké, en ik loop verder mee. Ik zeg tegen Harold van, hey. Fuck hem met die hond. Ennio neemt gewoon een hond mee. Yeah. Ik zeg, hoe gaan we eten? Zegt hij van, nee, is van Lucia. Ik dacht, oh nee. Hij moest op die hond van Lucia Rijkers letten. Nee, zij was daar gewoon met haar hond. Haar kindje. Ja, tuurlijk, ik ben geen fan van honden. Mensen weten het. Yeah. Beest komt helemaal aan tafel. Alles aan tafel, op tafel. Ik dacht, Lucia is geweldig. Je kon niks zeggen tegen Lucia Rijkers. Ik kon niks zeggen. Ja. Lucia is, weet je. Zij is hier. Weet je, ik ben even. Ja. Dus ja, ze is mijn gast ook. Ja. Mijn gast. Ik kan niet zeggen, hey, Lucia, je moet dat beest buiten houden. Ja. Dus je moet even buigen. Ja. Maar ik weet wel wat er in de call sheet staat voor de volgende keer. Ja. Geen dieren. Ja. Nee, ja. Maar okay. Het was fantastisch. Ja, goede uitzending. Luister. Carmen ging uitleggen hoe een low kick gemaakt moet worden. Hoe wij hem maken, gebogen been, niet gestrekt. Hij zegt, je moet je been buigen, hiel optillen, alles. Hij ging alles uitleggen daar zo. Alles ging maar hij uitleggen. Maar die houdt toe? Of? Nee, niet gewoon, de houdt toe. Aan tafel, hij stond op. Hij ging gewoon vertellen. Het was echt grappig, jongen. En dus jullie moeten echt kijken. Het was echt... Wanneer komt hij? Volgens mij gaan we zaterdag. Zaterdag komt hij online, volgens mij. Maar we hebben ze ook meer ruimte gegeven, weet je, want het zijn twee, weet je. Kom maar, ze hebben echt een grote historie, maar hey, Lucia was echt. Maar je kon ook vrij uit praten. Ja. Yeah. Zij sprak de hele, en op een gegeven moment nam ze bijna het programma over. Ja. Want zij is zelf ook presentatrice, weet je. Ja. Dus op een gegeven moment wilde ik net, je weet toch wanneer, net hoe ik net iets wat wilde zeggen. En Marinho graag geeft elke antwoord. Precies zo. Je net een vraag stellen. En dan ging zij van, hey, ik dacht, dat kan beter aan de kant. Je voelde je klein. Ik ben er overtroffen, maar het was fantastisch. Ik was zo blij dat ze er waren. Ja. Allebei geweldig. Natuurlijk ook Erko Yoon was ook geweldig. En Kaffa, top. Weet je, iedereen deed lekker mee in het gesprek. Dus kijken. Ik ben wel benieuwd.
Ja, en wie deed die how-to dan? Die how-to? How-to hebben we niet eens gedaan. We hebben zo lang uitgelopen. Oh, we liepen zo ver uit. Ja. We hebben niet eens meer een how-to gedaan. Klaar. Ja, we liepen echt uit. Want en Jan, waar ging dat een beetje over, Jan Kaffer? Ja, natuurlijk over zijn voorbereiding. We vroegen hem over Boa Pea, want hij was ook niet bij het feest. Nee. Hij was niet bij het feest, dus hij had andere dingen te doen. Dus dat vond ik ook jammer dat hij erbij was, maar goed. We hebben een leuke uitzending toen gehad. En, Ik ben wel benieuwd, vooral naar verhalen van... Lucien, heeft je wat verhalen verteld? Ja, ook met anekdotes kwam hij. Ja, hij vlamde ook een paar mensen, weet je. Ja? Ja, je moet kijken. Ja? Ik ga jullie niks zeggen, je moet kijken. Nee, niet eens één naam of zo. Ik ga niks zeggen, je moet kijken. Een stukje kleine preview of zo. Nee, hij vlamde. Niet eens een previewtje gewoon. Want een previewtje, voor ze dat kunnen kijken. Toch? Luister. Wanneer komt die online? Zaterdag. Hij vlamde iemand. Ik moet niet eens echt die boeken. Hij komt zaterdag online. Nu gaan die mensen vrijdag denken van, ik moet zaterdag gaan. Luister, hij vlamde iemand. Komt uit jouw land. En het begint met een B. Wat een raar gegeven. Ja? Ja. Moet hier wel dit doen zo? Ja. Hij heeft hem niet kapot gemaakt. Nee, hij heeft hem niet kapot gemaakt. Maar hij, dat was een soort. Een soort vlammetje. Ja. Een soort vlammetje. Oké. Okay. Ben ik wel benieuwd wat hij heeft. Ja, een soort vlammetje. Je moet kijken. Hij sprak vrij uit. Oké, daar houden we van. Daar houden we van. Ik denk de fans ook. Ja. De fans ook. Ja, dus je moet kijken. Kijk, je weet toch wanneer iemand lacht en je ziet dat hij niet echt lacht. Nee. Ik ben benieuwd. Omdat jij zei... Wat raar. Toen zag ik hem lachen, maar je weet toch wanneer iemand lacht. Kijk, hij deed zo. Die zo gaan lachen. Ja, mag niks over mij dus zeggen, hè? Ben benieuwd. Maar laten we doorgaan. Okay. Maar goed, kijken, in elk geval. Ja, Warrior Talk. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen. En leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.